We zagen dat toezichthouders een hele belangrijke rol vervullen in deze maatschappij. En dat proberen ze in de recente jaren ook steeds beter te doen. Er zit al een paar jaar hervorming aan vast. En een van de dingen die echt belangrijk is geworden voor de meeste toezichthouders, is dat ze risicogestuurd zijn gaan werken. Alle toezichthouders, alle inspecties werken risicogestuurd. Maar de vraag waarom we dat nou doen, of wanneer het werkt, dat is eigenlijk een vraag die heel erg onderbelicht is gebleven. En die willen wij gaan onderzoeken. Die zijn wij gaan onderzoeken. We zijn begonnen met ontzettend veel interviews bij 4 verschillende inspecties. En op basis van die interviews hebben we ook een survey opgezet die we uitrollen bij die inspecties. Om te kijken wanneer medewerkers nu tevreden zijn over de prioriteiten uit hun risicogestuurde toezicht. Ja, een van de opvallendste resultaten is dat als je kijkt naar hoe inspecties nu risicogestuurd toezicht doen, is dat ze nadat er net een incident is geweest, of net een reorganisatie is geweest, dat ze het heel gestandaardiseerd gaan aanpakken. Ze willen werken met big data, harde cijfers, harde data. En na verloop van tijd gaan ze eigenlijk weer veel meer werken met veel softere kennis. Met de inzichten van inspecteurs, en met de inzichten van partijen uit het veld. En dat is heel interessant, want na een reorganisatie zie je dus dat het allemaal gestandaardiseerd wordt. En in op de loop der tijd wordt toch eigenlijk geconcludeerd, het werkt niet helemaal. En dat komt, denken wij, omdat of de problematiek te complex is, dus je kan het niet standaardiseren, of dat de informatiepositie van een inspectie gewoon niet genoeg is. Ja, ik denk dat onze onderzoeksresultaten heel goed laten zien hoe je nou risicogestuurd toezicht kan doen en wanneer het nou werkt. En wat we daarin ook heel goed laten zien is hoe je het nou kan doen samen met die inspecteur, hoe je het nou kan doen met partijen buiten de deur en wat de voorwaarden daarvoor zijn. En we hopen dan ook alle inspecties te kunnen uitdagen om met die resultaten aan de slag te gaan.